Stel je voor, nog maar 2 weken was Hans, een jongen van 6 jaar, in zijn nieuwe pleeggezin. En deze dag liep hij van het erf af, de weg op, zonder iets tegen zijn pleegmoeder te zeggen. Hij liep naar de vaart en juist op het moment dat hij er aankwam, kwam er een boot met uitgelaten jongeren, joehoe, aan. De boot meerde af. En de jongens vroegen voor de lol, wil je meevaren? Dat wilde Hans wel. Hij stapte in de boot en de boot voer weg met lachende jongens erin. Na een kwartiertje kwam zijn pleegmoeder erachter dat Hans verdwenen was. Haar hart sloeg over. Ze had hem nog zo gezegd op het erf te blijven. En terwijl ze hem ging zoeken, ging er van alles door haar heen. Waar zou die in hemelsnaam zijn? Ze wilde zo graag dat het nu goed met hem ging, want hij is nog maar 6 jaar. En hij heeft al in 5 pleeggezinnen gezeten. Met zijn ouders ging het niet, die waren verstandelijk beperkt. Zijn vader dronk en hij was nog maar 3 maanden oud toen zijn moeder met hem vluchtte voor het geweld van vader. Maar ook moeder lukte het niet om voor hem te zorgen. Ze verwaarloosde hem. Ach, die arme jongen. En weet je, ook nog in dat laatste pleeggezin, daar werd hij mishandeld en verwaarloosd. Het moest toch echt wel goed met hem gaan. En ze wist zeker dat ze een veilige plek, een goede plek in haar gezin kon bieden. Maar waar was die toch? Zou die zich naar en alleen voelen, nu die zo de weg kwijt is? Of zou die bang zijn, nu die alleen is? Na een uur zoeken, vond ze hem eindelijk. Opgelucht en blij, renden ze op hem af. En Hans, op het moment dat zijn pleegmoeder met uitgestrekte handen op hem toekwam, draaide hij zich af, alsof het hem helemaal niets kon schelen. Er zijn heel veel Hansjes en Grietjes in Nederland. Ruim 33.000 kinderen zijn uit huis geplaatst. 15.000 daarvan wonen in leefgroepen. 18.000 in pleeggezinnen. En dat laatste is goed nieuws, want opgroeiende pleeggezin heeft vaak een goed resultaat. Maar er is ook een keerzijde, want 27% van de pleeggezinplaatsingen mislukt. En dat komt door gedragsproblemen. 30% van de kinderen in pleeggezinnen heeft de verstoorde gehechtheid. Dat komt omdat ze een breuk hebben meegemaakt met hun biologische ouders. Ze hebben geweld meegemaakt, ze zijn misbruikt, mishandeld. En kinderen in leefgroepen, daar is de levensgeschiedenis vaak ook zo. Ook zij hebben een breuk met hun biologische ouders meegemaakt. En erger nog, voor deze groep kinderen, ze hebben met wisselende groepsleiding te maken. Dus een band opbouwen, dat gaat heel moeizaam. 7% slechts van de kinderen in leefgroepen heeft een veilige band met een begeleider. Dat betekent dus dat 93% van de kinderen eigenlijk een hechtingsprobleem heeft. Ik denk dat we er ons heel erg bewust van moeten zijn dat we kinderen die uit huis geplaatst zijn de mogelijkheid bieden om een veilige relatie aan te gaan met een betrouwbare volwassene. En als dat niet mocht lukken, dat we behandeling in gaan zetten. In de Tweede Wereldoorlog werd Londen gebombardeerd. Kinderen werden in veiligheid gebracht. Ze werden gescheiden van hun ouders en naar het platteland van Engeland geëvacueerd. In het naoorlogse Londen werkte John Bowlby. En hij was kinderpsychiater daar. En hij ontdekte dat de kinderen die de oorlog in Londen hadden meegemaakt minder psychische problemen hadden dan de kinderen die waren geëvacueerd. En dat is eigenlijk gek, want je zou verwachten dat kinderen die de oorlog meemaken meer psychische problemen zouden hebben. Hij ging op zoek naar een verklaring en dat was de langdurige separatie van de ouders. John Bowlby bedacht het concept hechting en ontwikkelde de hechtingstheorie. Hechting, dat is de specifieke band die kinderen met hun ouders hebben. Die ontstaat vanaf het moment dat ze geboren worden. En het is een veilige haven voor kinderen bij nood. En een veilige basis om de wereld te ontdekken, om nieuwe dingen te leren. Baby's hebben een biologische noodzaak om te hechten. Want zonder dat er voor hen gezorgd wordt, kunnen ze niet overleven.
Dus ze zijn al toegerust met allemaal dingetjes als geluidjes maken, brabbelen, toewenden. Ze geven eigenlijk allemaal signaaltjes af. Ze kunnen al meeresoneren op emotie. En als ouders dan daar goed op reageren, ze begrijpen de signaaltjes van hun kinderen en ze kunnen afgestemd op de behoeften van kinderen ingaan, dan kan er een veilige gehechtheid groeien. Maar wat als dat niet mogelijk is? Als ouders die mogelijkheden niet hebben? Ja, kinderen moesten zich toch hechten. Dus ze moeten overleven en ze kiezen voor een overlevingsstrategie. Bijvoorbeeld heel veel aandacht vragen, claimen. Of ze zorgen voor zichzelf zo goed en kwaad als ze dat kunnen. Ze worden zelfbepalend en weten wel wat goed voor hen is en worden zo snel mogelijk onafhankelijk. Zoals Hans. Kan je herstellen van zo'n hechtingsprobleem? Vaak wordt gedacht dat het alleen bij hele jonge kinderen kan. Ook hoor ik nog heel vaak op leefgroepen, ja, hij heeft een verstoorde gehechtheid, dus ik hou maar wat afstand. En je moet vooral neutraal reageren, dat werkt goed. Maar toch, oudere kinderen, adolescenten en zelfs volwassenen kunnen herstellen. Het is eigenlijk nooit te laat om een veilige gehechtheid met iemand aan te gaan. En ook je sociaal-emotionele ontwikkeling kan op gang komen. Want we weten ook dat hechting de sociaal-emotionele ontwikkeling sterk beïnvloedt tot in de volwassenheid. Hans en zijn ouders kwamen met de vraag om hulp bij de gehechtheid, want dat ging niet met Hans. En ze kregen een behandeling met Theraplay. En Theraplay is een psychotherapie voor ouders en kinderen gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby. En het maakt gebruik van de gezonde ouder-kind interactie. Dat is eigenlijk het model voor de behandeling. Spelen is eigenlijk altijd nodig als je hechting gaat behandelen. Want door spelen krijgen ouders en kinderen plezier. En als je plezier hebt en je hebt interactie, dan kan je echt de verbinding met elkaar voelen. Met spelen zet je een positief emotioneel systeem aan. Ouders met hele jonge kinderen, die spelen heel veel spelletjes, kleine spelletjes. En we weten dat die spelletjes een krachtige invloed hebben op de gehechtheid. Daar maken we met Theraplay heel veel gebruik van. Theraplay wordt vormgegeven met meerdere dimensies. De eerste dimensie is structuur. Ouders nemen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van hun kinderen. Een gezonde ouder-kind-interactie. Een kind voelt zich veilig als er een sterke, oudere, wijzere volwassene is die leiding neemt. Het is fijn om die te volgen. Maakt het veilig. Ouders brengen heel veel structuur en ordening aan in het leven van kinderen. En het begint meteen al als een kindje geboren wordt. Dan is het slapen, badje, eten, spelen, slapen, eten. En zo gaat de dag door. Ik krijg volgordes. En kinderen, als ze heel veel structuur meemaken, kunnen ze zich eigen maken. De structuur wordt geïnternaliseerd. En het kind leert zelfcontrole. Aan de andere kant heb je de kinderen zoals Hans. Hans' moeder kon haar eigen leven al niet eens organiseren. Ze kon ook geen leiding aan Hans geven. Ze had eigenlijk zelf leiding nodig van iemand anders. Ze bracht geen ritme in de dag aan. Hans moest maar afwachten wat er zou gebeuren. Dus Hans kon ook dat niet internaliseren. En nu bij zijn pleegouders kon hij zich ook niet aan regels houden of hun leiding volgen. Daarom deden we allerlei spelletjes die structuur gaven. Bijvoorbeeld handen stapelen. Ouder legt hand, kind legt hand, ouder legt hand, kind legt hand. En zo lopen we naar boven. En als we boven zijn, kijken we er onderdoor. En dan hebben we even een momentje van contact en plezier. De activiteit heeft een begin en een eind en heeft ritme. En dat doen we heel veel met Hans. Om hem te leren dat structuur leuk is en het volgen van leiding. Dan is de tweede dimensie betrokkenheid. En betrokkenheid, dat wil zeggen dat het gaat over de afstemming van de ouder op de contactname van het kind. Kinderen die willen heel graag contact. En als ouders er afgestemd mee omgaan, dan kunnen er interactiereeksen ontstaan. En die interactiereeksen zijn nodig voor het kind om het gevoel te krijgen gezien te zijn. Erbij te horen. Verbonden te zijn. Als je nu Hans hebt,
aan de andere kant. Hans, zijn moeder, die had heel die spelletjes niet geleerd van haar ouders. Ze bewonderde Hans niet, ze telde zijn teentjes niet. Zo Hans had die interactiereeks niet met zijn moeder. En de reactie van Hans was terugtrekken uit contact. En liever met rust gelaten worden. Hè, als iemand verbinding met hem wil. Dus wat we met Hans moesten doen, was spelletjes om de verbinding te leggen. Bijvoorbeeld, zo'n klein spelletje is wangenploffen. U kent het misschien nog wel. Zo, pleegvader doet dit. En Hans zit er tegenover, maakt zijn wangen ook bol. En dan ontstaat er plezier, ze moeten lachen om elkaar. En als je dat heel veel doet, Hans wilde meer en meer en meer, omdat het leuk was, ontstaat die verbinding. En ook deze spelletjes moesten heel veel gespeeld worden met Hans. Dan, de derde dimensie is verzorging. Zodra kinderen geboren worden, worden ze opgepakt en verzorgd, aangeraakt. Eigenlijk zegt een ouder, als hij dat heel vaak doet, je bent een waardevol kind, je bent het waard om goed verzorgd te worden. En op het moment dat kinderen goede afgestemde verzorging meemaken, krijgen ze het gevoel, ik ben een waardevol kind. Dat is de impliciete boodschap. Als je naar Hans kijkt, aan de andere kant, Hans moest vaak in zijn poepbroek blijven lopen en maar afwachten of hij eten kreeg. En of zijn moeder hem in zijn bedje legde. Dus Hans heeft die boodschap veel minder gehad. En nog een ander aspect van verzorging is, u weet het allemaal, als u gestrest bent en u krijgt een fijne massage, dan word je heerlijk ontspannen. De ouders doen dat ook met kinderen. Ze troosten ze, wiegen ze, zingen voor ze. Allemaal manieren om ze te kalmeren. Had Hans ook niet zoveel gehad. Dus Hans moest ook leren om te kalmeren, om zijn spanning en stress naar beneden te brengen. En dat deden we bijvoorbeeld met het weerbericht. Misschien kent u het, dat is eigenlijk ook een massage. Heel stiekem en heel speels. Tekenen we op zijn rug het weerbericht. Nou, zoals vandaag, de zon schijnt. En het is lekker warm met dikke stralen. Maar och, daar komen kleine vrolijke wolkjes. En een hele dikke wolk komt eraan. Die zit vol met regen en dan drukken we even diep. Zo. Ja, daar komen de eerste spetters. En het regent hard. En op die manier bieden we dan verzorgende activiteiten die Hans ook heel erg nodig heeft voor zijn regulatieproblemen. De vierde dimensie is uitdaging. En daar bedoelen we eigenlijk mee dat ouders hun kinderen stimuleren om nieuwe dingen te leren. Om de wereld te ontdekken. En als je iets nieuws leert, neem je een risico. Een risico is altijd een beetje spannend. En ouders leren die manier hun kinderen ook met spanning omgaan. Kinderen krijgen daardoor impliciet de boodschap van ouders, jij kunt het. Jij kunt het leven aan, jij wordt groot. Kinderen krijgen dan het gevoel van binnen, competent gevoel, ja, dat kan ik. Aan de andere kant is Hans, die heeft die aanmoediging helemaal niet zo vaak gehad. En Hans maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Hans had eigenlijk ook niet geleerd wat het gevoel tussen veilig en onveilig was. En Hans nam veel te grote risico's, veel te gevaarlijk. Hij ging een boot in bijvoorbeeld met grote jongens, terwijl hij niet eens een zwemdiploma had. Met vreemden meegaan. Hans moest geleerd worden om ook goed om te gaan met nieuwe dingen leren en risico's nemen. En we deden bijvoorbeeld een spelletje, dat deed zijn pleegvader met hem, vliegtuigje spelen. Misschien kent u het wel. Vader op de grond liggen, Hans op zijn benen, houdt hem goed vast en speelt of Hans een vliegtuigje is. Dan ontstaat er spanning, er ontstaat plezier, maar ook de veilige vader die je goed vasthoudt. Theraplay is een therapie waarbij kinderen en ouders samenkomen naar de sessies, wekelijks. Hij duurt ongeveer een half jaar. De sessies worden onderbroken met gesprekken met de ouders. En dan kijken we naar de videobeelden van de sessies. En dan kunnen we heel goed zien hoe de interacties verlopen en hoe we het beste af kunnen stemmen. Welke spelletjes Hans nodig heeft. En het mooie is, ouders worden competent. Ze leren die spelletjes toepassen. Het plezier in de relatie groeit. En ze gaan het natuurlijk thuis doen, waardoor er nog veel meer kracht komt op de hechting. Het is niet alleen zo dat kleine kinderen van Theraplay kunnen profiteren. Ook adolescenten. De spelletjes worden dan natuurlijk wel iets anders. Het moet wat meer uitdaging hebben, want anders is het veel te kinderachtig en we gebruiken coole dingen. Ik werk zelf in een behandelcentrum met kinderen van 6 tot 12 jaar. En elk kind wat bij ons komt wonen krijgt 2 speciale groepsleiders. En die gaan zo snel als mogelijk in Theraplay-behandeling. Om de kinderen maar de mogelijkheid te bieden een veilige relatie aan te gaan.
En het werkt. Want wij hebben gemerkt dat ook alle andere behandelingen veel sneller verlopen. Bijvoorbeeld traumabehandelingen die vaak voor kleine kinderen heel moeilijk zijn. En we hebben ook gemerkt dat kinderen gewoon heel vaak niet doorstromen naar pleeggezinnen en gezinshuis in plaats van naar de volgende leefgroep. Met Hans en zijn ouders gaat het goed. Ze spelen de spelletjes heel vaak thuis. En Hans gaat steeds meer het gevoel krijgen dat hij bij zijn pleegvader en moeder hoort. Hij kan zich ook steeds beter aan de regels houden en de leiding van zijn ouders opvolgen. Hij zoekt nabijheid nu. De pleegouders voelen zich veel competenter. Ze hebben het gevoel dat ze de ontwikkeling nu kunnen stimuleren en goed in gang zetten. En Hans mag in het pleeggezin blijven. Dank je wel.